Anna, zelfzorg is belangrijk. We moeten er prioriteit aan geven. Je hebt gelijk, John. Voor ons zelfzorgen is essentieel. Anna, zelfzorg is belangrijk. We moeten er prioriteit aan geven. Je hebt gelijk, John. Voor ons zelfzorgen is essentieel. We moeten tijd vrijmaken voor activiteiten die ons helpen te ontspannen en te verjongen. Het kan zo simpel zijn als een boek lezen of een wandeling maken in de natuur. We moeten tijd vrijmaken voor activiteiten die ons helpen te ontspannen en te verjongen. Het kan zo simpel zijn als een boek lezen of een wandeling maken in de natuur. Het beoefenen van hobby's en interesses kan ons ook vreugde en voldoening geven. Ja, dingen doen die we leuk vinden, helpt om stress te verminderen en ons welzijn te verbeteren. Het beoefenen van hobby's en interesses kan ons ook vreugde en voldoening geven. Ja, dingen doen die we leuk vinden, helpt om stress te verminderen en ons welzijn te verbeteren. We moeten naar ons lichaam luisteren en onszelf voldoende rust gunnen. Voldoende slaap is cruciaal voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. We moeten naar ons lichaam luisteren en onszelf voldoende rust gunnen. Voldoende slaap is cruciaal voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Regelmatige lichaamsbeweging is een ander belangrijk aspect van zelfzorg. Het helpt ons lichaam actief te houden en maakt endorfine vrij voor een positieve stemming. Regelmatige lichaamsbeweging is een ander belangrijk aspect van zelfzorg. Het helpt ons lichaam actief te houden en maakt endorfine vrij voor een positieve stemming. Het eten van voedzame maaltijden en gehydrateerd blijven maken ook deel uit van zelfzorg. Ons lichaam voeden met gezonde voeding ondersteunt ons algehele welzijn. Het eten van voedzame maaltijden en gehydrateerd blijven maken ook deel uit van zelfzorg. Ons lichaam voeden met gezonde voeding ondersteunt ons algehele welzijn. We moeten grenzen stellen en leren nee te zeggen wanneer dat nodig is. Het is prima om prioriteit te geven aan onze eigen behoeften en onszelf niet te veel uit te breiden. We moeten grenzen stellen en leren nee te zeggen wanneer dat nodig is. Het is prima om prioriteit te geven aan onze eigen behoeften en onszelf niet te veel uit te breiden. Pauzes nemen en mindfulness beoefenen kan ons helpen om in balans te blijven. In het moment aanwezig zijn en oefenen met zelfreflectie kan helderheid brengen. Pauzes nemen en mindfulness beoefenen kan ons helpen om in balans te blijven. In het moment aanwezig zijn en oefenen met zelfreflectie kan helderheid brengen. Laten we van zelfzorg een dagelijkse praktijk maken, al is het maar voor een paar minuten. Kleine daden van zelfzorg tellen bij elkaar op en maken een groot verschil in ons leven. Laten we van zelfzorg een dagelijkse praktijk maken, al is het maar voor een paar minuten. Kleine daden van zelfzorg tellen bij elkaar op en maken een groot verschil in ons leven. We verdienen het om prioriteit te geven aan ons welzijn en voor onszelf te zorgen. Absoluut, John. Laten we vanaf vandaag van zelfzorg een prioriteit maken. We verdienen het om prioriteit te geven aan ons welzijn en voor onszelf te zorgen. Absoluut, John. Laten we vanaf vandaag van zelfzorg een prioriteit maken. Anna, vergeet niet om daar de heerlijke Franse keuken te proberen. Ik doe het niet, John. De Franse keuken staat bekend om zijn smaken en culinaire expertise. Anna, vergeet niet om daar de heerlijke Franse keuken te proberen. Ik doe het niet, John. De Franse keuken staat bekend om zijn smaken en culinaire expertise. Je moet een aantal klassieke gerechten proberen, zoals Coco Vin en Buff Bourguignon. Ik zal ervoor zorgen dat ik me overgeef aan die rijke en hartige smaken. Je moet een aantal klassieke gerechten proberen, zoals Coco Vin en Buff Bourguignon. Ik zal ervoor zorgen dat ik me overgeef aan die rijke en hartige smaken. Mis de kans niet om ook escargots en foie gras te proberen. Ik sta ervoor open om nieuwe dingen uit te proberen, dus ik zal ze een voorproefje geven. Mis de kans niet om ook escargots en foie gras te proberen. Ik sta ervoor open om nieuwe dingen uit te proberen, dus ik zal ze een voorproefje geven. En natuurlijk moet je versgebakken stokbrood en croissants hebben. Ik kan me de geur en de knapperige textuur al voorstellen. En natuurlijk moet je versgebakken stokbrood en croissants hebben. Ik kan me de geur en de knapperige textuur al voorstellen. Franse gebakjes zoals mekkerans en eclairs zijn ook een must om te proberen. Ik ben een zoete kou, dus ik zal zeker genieten van die heerlijke lekkernijen. Franse gebakjes zoals mekkerans en eclairs zijn ook een must om te proberen. Ik ben een zoete kou, dus ik zal zeker genieten van die heerlijke lekkernijen. Combineer uw maaltijden met heerlijke Franse wijnen voor een complete etervaring. Dat klinkt als een perfecte combinatie. Ik zal ook de wijnopties bekijken. Combineer uw maaltijden met heerlijke Franse wijnen voor een complete etervaring. Dat klinkt als een perfecte combinatie. Ik zal ook de wijnopties bekijken. De Fransen zijn trots op hun kaas, dus vergeet niet verschillende soorten te proberen. Ik ben dol op kaas, dus ik zal graag genieten van een kaasproeverij. De Fransen zijn trots op hun kaas, dus vergeet niet verschillende soorten te proberen. Ik ben dol op kaas, dus ik zal graag genieten van een kaasproeverij. Eet smakelijk, Anna. Geniet van je culinaire avonturen in Frankrijk. Bedankt, John. Ik kan niet wachten om de smaken van de Franse keuken te proeven. Eet smakelijk, Anna. Geniet van je culinaire avonturen in Frankrijk. Bedankt, John. Ik kan niet wachten om de smaken van de Franse keuken te proeven. Anna, hé, hey. ik heb erover nagedacht om een weekendje weg te plannen. Dat klinkt spannend, John, waar denk je heen te gaan? Anna, hé, hey. ik heb erover nagedacht om een weekendje weg te plannen. Dat klinkt spannend, John. Waar denk je heen te gaan? Ik overwoog een gezellig toevluchtsoord in een hut in de bergen. Omringd zijn door de natuur klinkt als een vredige ontsnapping. Ik overwoog een gezellig toevluchtsoord in een hut in de bergen. Omringd zijn door de natuur klinkt als een vredige ontsnapping. We konden gaan wandelen en genieten van de schilderachtige paden. De frisse berglucht inademen zou verjongend zijn. We konden gaan wandelen en genieten van de schilderachtige paden. De frisse berglucht inademen zou verjongend zijn. Ens avonds konden we bij de open haard zitten en ontspannen. Dat klinkt gezellig en perfect voor wat quality time samen. Ens avonds konden we bij de open haard zitten en ontspannen. Dat klinkt gezellig en perfect voor wat quality time samen. We kunnen ook naar bijgelegen steden verkennen en de lokale keuken proberen. Het zou leuk zijn om nieuwe plekken en smaken te ontdekken. We kunnen ook naar bijgelegen steden verkennen en de lokale keuken proberen. Het zou leuk zijn om nieuwe plekken en smaken te ontdekken. Ik zal wat hutverhuur onderzoeken en de beschikbaarheid controleren. Laten we een plek zoeken met een prachtig uitzicht en moderne voorzieningen. Ik zal wat hutverhuur onderzoeken en de beschikbaarheid controleren. Laten we een plek zoeken met een prachtig uitzicht en moderne voorzieningen. Licht inpakken en benodigdheden meenemen zal de reis gemakkelijker maken. Vergeet niet comfortabele schoenen mee te nemen om te wandelen. Licht inpakken en benodigdheden meenemen zal de reis gemakkelijker maken. Vergeet niet comfortabele schoenen mee te nemen om te wandelen. Ik zal ervoor zorgen dat we alles inpakken wat we nodig hebben voor een comfortabel verblijf. Het is belangrijk om vooruit te plannen en het meeste uit onze tijd te halen. Ik zal ervoor zorgen dat we alles inpakken wat we nodig hebben voor een comfortabel verblijf. Het is belangrijk om vooruit te plannen en het meeste uit onze tijd te halen. Ik zal een reisschema maken met activiteiten en plaatsen om te bezoeken. Op die manier kunnen we het meeste uit ons weekendje weghalen. Ik zal een reisschema maken met activiteiten en plaatsen om te bezoeken. Op die manier kunnen we het meeste uit ons weekendje weghalen. Ik kijk uit naar wat ontspanning en avontuur. Ik ook, John. Het wordt zeker een onvergetelijke reis. Ik kijk uit naar wat ontspanning en avontuur. Ik ook, John. Het wordt zeker een onvergetelijke reis. Anna, het uitzicht is goed. Ik laat je een kamer zien met uitzicht op de negende. Dat klinkt heerlijk, John. Ik ben opgewonden om de schilderachtige omgeving te zien. Anna, het uitzicht is goed. Ik laat je een kamer zien met uitzicht op de negende. Dat klinkt heerlijk, John. Ik ben opgewonden om de schilderachtige omgeving te zien. We hebben een panoramisch uitzicht op de skyline van de stad en de rivier. Ik kan me voorstellen hoe mooi het zou zijn, vooral tijdens zonsopgang en zonsondergang. We hebben een panoramisch uitzicht op de skyline van de stad en de rivier. Ik kan me voorstellen hoe mooi het zou zijn, vooral tijdens zonsopgang en zonsondergang. De kamer heeft grote ramen die veel natuurlijk licht binnenlaten. Dat is perfect om van het uitzicht te genieten, zelfs als we binnen zijn. De Kamer heeft grote ramen die veel natuurlijk licht binnenlaten. Dat is perfect om van het uitzicht te genieten, zelfs als we binnen zijn. We kunnen bij het raam zitten en genieten van onze ochtendkoffie terwijl we genieten van het landschap. Het zou een rustige manier zijn om de dag te beginnen. We kunnen bij het raam zitten en genieten van onze ochtendkoffie terwijl we genieten van het landschap. Het zou een rustige manier zijn om de dag te beginnen. De kamer is ook ruim en goed ingericht voor ons comfort. Het hebben van een comfortabele en ontspannende ruimte is belangrijk tijdens ons verblijf. De kamer is ook ruim en goed ingericht voor ons comfort. Het hebben van een comfortabele en ontspannende ruimte is belangrijk tijdens ons verblijf. We kunnen ontspannen en genieten van het uitzicht na een dag de stad te hebben verkend. Dat klinkt als een perfect toevluchtsoord, John. We kunnen ontspannen en genieten van het uitzicht na een dag de stad te hebben verkend. Dat klinkt als een perfect toevluchtsoord, John. Ik zorg ervoor dat ik de Kamer met uitzicht reserveer voor onze reis. Bedankt, John. Ik kijk er naar uit om dat prachtige uitzicht te ervaren. Ik zorg ervoor dat ik de Kamer met uitzicht reserveer voor onze reis. Bedankt, John. Ik kijk er naar uit om dat prachtige uitzicht te ervaren. Anna, productiviteit is belangrijk. Een hecht team leidt inderdaad tot betere resultaten. Je hebt gelijk, John. Als iedereen samenwerkt. Kunnen we meer bereiken? Anna, productiviteit is belangrijk. Een hecht team leidt inderdaad tot betere resultaten. Je hebt gelijk, John. Als iedereen samenwerkt, kunnen we meer bereiken. Duidelijke communicatie en samenwerking zijn essentieel voor het bevorderen van een hecht team. Het is belangrijk om ideeën uit te wisselen en elkaars inspanningen te ondersteunen. Duidelijke communicatie en samenwerking zijn essentieel voor het bevorderen van een hecht team. Het is belangrijk om ideeën uit te wisselen en elkaars inspanningen te ondersteunen. Door doelen en prioriteiten te stellen, kunnen we gefocust blijven en efficiënt werken. Als we een gedeelde visie hebben, kunnen we onze inspanningen op succes afstemmen. Door doelen en prioriteiten te stellen, kunnen we gefocust blijven en efficiënt werken. Als we een gedeelde visie hebben, kunnen we onze inspanningen op succes afstemmen. Het is cruciaal om de sterke punten van elk teamlid te erkennen en de taken dienovereenkomstig toe te wijzen. Het benutten van onze individuele vaardigheden kan de productiviteit en algemene prestaties verbeteren. Het is cruciaal om de sterke punten van elk teamlid te erkennen en de taken dienovereenkomstig toe te wijzen. Het benutten van onze individuele vaardigheden kan de productiviteit en algemene prestaties verbeteren. Het is belangrijk om een positieve werkomgeving te creëren die teamwerk bevordert. Het aanmoedigen van een open dialoog en het respecteren van verschillende perspectieven schept vertrouwen. Het is belangrijk om een positieve werkomgeving te creëren die teamwerk bevordert. Het aanmoedigen van een open dialoog en het respecteren van verschillende perspectieven schept vertrouwen. Het vieren van prestaties en het geven van constructieve feedback verhoogt het moreel. Het erkennen en waarderen van de inspanningen van ons team motiveert ons om beter te presteren. Het vieren van prestaties en het geven van constructieve feedback verhoogt het moreel. Het erkennen en waarderen van de inspanningen van ons team motiveert ons om beter te presteren. We moeten ook het evenwicht tussen werk en privéleven bevorderen om burn-out te voorkomen en het welzijn te behouden. Pauzes nemen en ons persoonlijke leven koesteren dragen bij aan onze algehele productiviteit. We moeten ook het evenwicht tussen werk en privéleven bevorderen om burn-out te voorkomen en het welzijn te behouden. Pauzes nemen en ons persoonlijke leven koesteren dragen bij aan onze algehele productiviteit. Het ontwikkelen van sterke relaties binnen het team verbetert de samenwerking en synergie. Het opbouwen van vertrouwen en kameraadschap versterkt onze band en stimuleert succes. Het ontwikkelen van sterke relaties binnen het team verbetert de samenwerking en synergie. Het opbouwen van vertrouwen en kameraadschap versterkt onze band en stimuleert succes. Laten we elkaar blijven steunen en versterken om een samenhangend en productief team te creëren. Absoluut, John. Samen kunnen we geweldige dingen bereiken en een positieve impact hebben. Laten we elkaar blijven steunen en versterken om een samenhangend en productief team te creëren. Absoluut, John. Samen kunnen we geweldige dingen bereiken en een positieve impact hebben. Anna, dat klinkt ontspannend. Heb je een specifieke locatie in gedachten? Ik dacht aan een strandbestemming, John. Ergens met helder blauw water. Anna, dat klinkt ontspannend. Heb je een specifieke locatie in gedachten? Ik dacht aan een strandbestemming, John. Ergens met helder blauw water. Hoe zit het met de Malendijven? Het staat bekend om zijn prachtige stranden en luxe resorts. Dat klinkt als een paradijs, John. De maledijven zijn perfect voor een ontspannen vakantie. Hoe zit het met de maledijven? Het staat bekend om zijn prachtige stranden en luxe resorts. Dat klinkt als een paradijs, John. De maledijven zijn perfect voor een ontspannen vakantie. We konden in een bungalow boven het water verblijven en genieten van de rust van de oceaan. Ik zie mezelf al luieren in een hangmat, omringd door kristalhelder water. We konden in een bungalow boven het water verblijven en genieten van de rust van de oceaan. Ik zie mezelf al luieren in een hangmat, omringd door kristalhelder water. De Malediven bieden ook mogelijkheden om te snorkelen en duiken in levendige koraalriffen. Het verkennen van de onderwaterwereld zou een ongelooflijke ervaring zijn. De Malediven bieden ook mogelijkheden om te snorkelen en duiken in levendige koraalriffen. Het verkennen van de onderwaterwereld zou een ongelooflijke ervaring zijn. We konden genieten van spa en onze geest en lichaam verjongen. Ons zelf verwennen met massages en wellnessactiviteiten klinkt als pure gelukzaligheid. We konden genieten van spa-behandelingen en onze geest en lichaam verjongen. Ons zelf verwennen met massages en wellnessactiviteiten klinkt als pure gelukzaligheid. Laten we de heerlijke zeevruchten en tropische cocktails niet vergeten. Dineren aan het strand met verse zeevruchten en exotische smaken zou heerlijk zijn. Laten we de heerlijke zeevruchten en tropische cocktails niet vergeten. Dineren aan het strand met verse zeevruchten en exotische smaken zou heerlijk zijn. De maledijven bieden echt een serene en idyllische omgeving om te ontspannen. Ik ben verkocht, John. Laten we beginnen met het plannen van onze reis naar de maledijven. De maledijven bieden echt een serene en idyllische omgeving om te ontspannen. Ik ben verkocht, John. Laten we beginnen met het plannen van onze reis naar de maledijven. Ik zal resorts en vluchtopties bekijken om dit te realiseren. Ik kan niet wachten om tot rust te komen en te genieten van de schoonheid van de Maldiven. Ik zal resorts en vluchtopties bekijken om dit te realiseren. Ik kan niet wachten om tot rust te komen en te genieten van de schoonheid van de Maldiven. Anna Laten we de deadline met een week verlengen om kwaliteitswerk te garanderen. Dat zou kunnen werken, John. Maar heeft dit invloed op onze algemene tijdlijn? Anna, laten we de deadline met een week verlengen om kwaliteitswerk te garanderen. Dat zou kunnen werken, John. Maar heeft dit invloed op onze algemene tijdlijn? We moeten misschien ons schema aanpassen. Maar het is belangrijk om prioriteit te geven aan kwaliteit. Ik ben het ermee eens, John. Het leveren van een kwalitatief hoogstaand project is cruciaal voor onze reputatie. We moeten misschien ons schema aanpassen, maar het is belangrijk om prioriteit te geven aan kwaliteit. Ik ben het ermee eens, John. Het leveren van een kwalitatief hoogstaand project is cruciaal voor onze reputatie. Met de extra tijd kunnen we grondige tests uitvoeren en de nodige verbeteringen aanbrengen. Op die manier kunnen we zorgen voor een gepolijst en foutloos eindproduct. Met de extra tijd kunnen we grondige tests uitvoeren en de nodige verbeteringen aanbrengen. Op die manier kunnen we zorgen voor een gepolijst en foutloos eindproduct. We moeten de verlenging van de deadline aan onze belanghebbenden meedelen en hun verwachtingen managen. Door hen op de hoogte te houden van de wijziging, blijft de transparantie behouden. We moeten de verlenging van de deadline aan onze belanghebbenden meedelen en hun verwachtingen managen. Door hen op de hoogte te houden van de wijziging blijft de transparantie behouden. We kunnen ook de voordelen van de verlengde deadline benadrukken, zoals verbeterde kwaliteit. Het is belangrijk om eventuele zorgen over de tijdlijn weg te nemen. We kunnen ook de voordelen van de verlengde deadline benadrukken, zoals verbeterde kwaliteit. Het is belangrijk om eventuele zorgen over de tijdlijn weg te nemen. Met de extra week kunnen we ook meer tijd vrijmaken voor feedback en herzieningen. Nauwe samenwerking met onze teamleden zal bijdragen aan de algehele kwaliteit. Met de extra week kunnen we ook meer tijd vrijmaken voor feedback en herzieningen. Nauwe samenwerking met onze teamleden zal bijdragen aan de algehele kwaliteit. Laten we ervoor zorgen dat we de herziene tijdlijn aan alle betrokkenen meedelen. Duidelijke communicatie helpt eventuele verwarring tot een minimum te beperken. Laten we ervoor zorgen dat we de herziene tijdlijn aan alle betrokkenen meedelen. Duidelijke communicatie helpt eventuele verwarring tot een minimum te beperken. Door de deadline te verlengen, kunnen we een superieur eindresultaat behalen. Ik denk dat het een verstandige beslissing is, John. Kwaliteit moet altijd voorop staan. Door de deadline te verlengen, kunnen we een superieur eindresultaat behalen. Ik denk dat het een verstandige beslissing is, John. Kwaliteit moet altijd voorop staan. Anna, oh, kruiden zijn ook geweldig. Vers geplukte kruiden geven zoveel smaak aan gerechten. Absoluut, John. Kruiden kunnen de smaak van een maaltijd op een eenvoudige maar indrukwekkende manier verbeteren. Anna. Oh, kruiden zijn ook geweldig. Vers geplukte kruiden geven zoveel smaak aan gerechten. Absoluut, John. Kruiden kunnen de smaak van een maaltijd op een eenvoudige maar indrukwekkende manier verbeteren. Ik hou van de geur van verse basilicum, vooral als je het aan pasta of pizza toevoegt. Basilicum geeft een verfrissende en aromatische toets aan Italiaanse gerechten. Ik hou van de geur van verse basilicum, vooral als je het aan pasta of pizza toevoegt. Basilicum geeft een verfrissende en aromatische toets aan Italiaanse gerechten. En hoe zit het met de levendige groene kleur en uitgesproken smaak van koriander in de Mexicaanse keuken? Cilantro voegt een vleugje frisheid toe en paast prachtig bij kruidige smaken. En hoe zit het met de levendige groene kleur en uitgesproken smaak van koriander in de Mexicaanse keuken? Cilantro voegt een vleugje frisheid toe en paast prachtig bij kruidige smaken. Munt is een ander kruid dat een gerecht kan opvleuren, zoals in een verfrissende mojito. Muntplaatjes geven een koele en verkwikkende twist aan cocktails en zomerse desserts. Munt is een ander kruid dat een gerecht kan opvleuren, zoals in een verfrissende mojito. Muntplaatjes geven een koele en verkwikkende twist aan cocktails en zomerse desserts. Rozemarijn is een veelzijdig kruid dat goed paast bij geroosterd vlees en aardappelen. De aardse en dennenachtige smaak van rozemarijn versterkt hartige gerechten. Rozemarijn is een veelzijdig kruid dat goed past bij geroosterd vlees en aardappelen. De aardse en dennenachtige smaak van rozemarijn versterkt hartige gerechten. Tijm is een ander kruid dat soepen, stoofschotels en geroosterde groenten een uniek tintje geeft. De delicate en lichtbloemige smaak geeft diepte aan hartige recepten. Tijm is een ander kruid dat soepen, stoofschotels en geroosterde groenten een uniek tintje geeft. De delicate en lichtbloemige smaak geeft diepte aan hartige recepten. We mogen de aromatische en lichtzoete tonen van oregano in de mediterrane keuken niet vergeten. Oregano is een hoofdbestanddeel van gerechten zoals pizza, pastasausen en Griekse salades. We mogen de aromatische en lichtzoete tonen van oregano in de mediterrane keuken niet vergeten. Oregano is een hoofdbestanddeel van gerechten zoals pizza, pastasausen en Griekse salades. Kruiden zijn echte smaakversterkers van de natuur en als je ze vers gebruikt, maak je een merkbaar verschil. Daar ben ik het helemaal mee eens, John. Vers geplukte kruiden verhogen de smaak en maken maaltijden levendiger. Kruiden zijn echte smaakversterkers van de natuur en als je ze vers gebruikt, maak je een merkbaar verschil. Daar ben ik het helemaal mee eens, John. Vers geplukte kruiden verhogen de smaak en maken maaltijden levendiger. Laten we verschillende kruiden verkennen en experimenteren om ze aan onze recepten toe te voegen. Dat klinkt als een heerlijk plan, John. Laten we onze culinaire avonturen meer smaak geven. Laten we verschillende kruiden verkennen en experimenteren om ze aan onze recepten toe te voegen. Dat klinkt als een heerlijk plan, John. Laten we onze culinaire avonturen meer smaak geven. Anna, geweldig. Ik zal het eens bekijken. Wat zijn de essentiële spullen die ik voor mijn puppy moet kopen? Ten eerste heb je een comfortabel bed of krat nodig waar je puppy in kan slapen. Anna, geweldig, ik zal het eens bekijken. Wat zijn de essentiële spullen die ik voor mijn puppy moet kopen? Ten eerste heb je een comfortabel bed of krat nodig waar je puppy in kan slapen. Ik zal ervoor zorgen dat ik een gezellig en geschikt bed vind voor mijn harige vriend. Je moet ook voer- en waterbakken kopen die de juiste maat hebben voor je puppy. Ik zal ervoor zorgen dat ik een gezellig en geschikt bed vind voor mijn harige vriend. Je moet ook voer- en waterbakken kopen die de juiste maat hebben voor je puppy. Ik ga op zoek naar schalen die gemakkelijk schoon te maken zijn en niet snel omvallen. Vergeet niet puppyvoer van hoge kwaliteit te kopen dat aan hun voedingbehoeften voldoet. Ik ga op zoek naar schalen die gemakkelijk schoon te maken zijn en niet snel omvallen. Vergeet niet puppyvoer van hoge kwaliteit te kopen dat aan hun voedingbehoeften voldoet. Ik zal ervoor zorgen dat ik een uitgebalanceerd dieet kies dat geschikt is voor de leeftijd van mijn puppy. Speelgoed is belangrijk voor mentale stimulatie en om je puppy bezig te houden. Ik zal ervoor zorgen dat ik een uitgebalanceerd dieet kies dat geschikt is voor de leeftijd van mijn puppy. Speelgoed is belangrijk voor mentale stimulatie en om je puppy bezig te houden. Ik zal verschillende soorten speelgoed kopen om mijn puppy actief en betrokken te houden. Je hebt ook een halsband en riem nodig voor wandelingen en identificatielabels voor de veiligheid. Ik zal verschillende soorten speelgoed kopen om mijn puppy actief en betrokken te houden. Je hebt ook een halsband en riem nodig voor wandelingen en identificatielabels voor de veiligheid. Ik zorg ervoor dat ik een halsband krijg die goed paast en een stevige riem voor onze wandelingen. Verzorgingsbenodigdheden, zoals een borstel en nagelknipper, zijn essentieel om uw puppy schoon en verzorgd te houden. Ik zorg ervoor dat ik een halsband krijg die goed paast en een stevige riem voor onze wandelingen. Verzorgingsbenodigdheden. Zoals een borstel en nagelknipper zijn essentieel om uw puppy schoon en verzorgd te houden. Ik zal verzorgingsproducten aan mijn boodschappenlijstje toevoegen om mijn puppy er op zijn best uit te laten zien. Vergeet tenslotte niet om een bezoek aan de dierenarts te plannen voor vaccinaties en regelmatige controles. Ik zal verzorgingsproducten aan mijn boodschappenlijstje toevoegen om mijn puppy er op zijn best uit te laten zien. Vergeet tenslotte niet om een bezoek aan de dierenarts te plannen voor vaccinaties en regelmatige controles. Ik zal ervoor zorgen dat ik prioriteit geef aan de gezondheid en het welzijn van mijn puppy door regelmatig naar de dierenarts te gaan. Het klinkt alsof je goed voorbereid bent, John. Je puppy heeft alles wat hij nodig heeft voor een gelukkig en gezond leven. Ik zal ervoor zorgen dat ik prioriteit geef aan de gezondheid en het welzijn van mijn puppy door regelmatig naar de dierenarts te gaan. Het klinkt alsof je goed voorbereid bent, John. Je puppy heeft alles wat hij nodig heeft voor een gelukkig en gezond leven. Bedankt, Anna. Jouw begeleiding is van onschatbare waarde. Ik wil mijn nieuwe harige metgezel de beste zorg bieden. Je bent van harte welkom, John. Ik weet zeker dat je een fantastische puppyouder zult zijn. Geniet van je nieuwe reis met je schattige pup. Bedankt, Anna. Jouw begeleiding is van onschatbare waarde. Ik wil mijn nieuwe harige metgezel de beste zorg bieden. Je bent van harte welkom, John. Ik weet zeker dat je een fantastische puppyouder zult zijn. Geniet van je nieuwe reis met je schattige pup. Anna, dat is indrukwekkend. Ik heb ook gehoord dat ze snellere processors hebben voor soepel gamen. Ja, John. De verbeteringen in gaming-processors hebben de spelervaringen aanzienlijk verbeterd. Anna, dat is indrukwekkend. Ik heb ook gehoord dat ze snellere processors hebben voor soepel gamen. Ja, John. De verbeteringen in gaming-processors hebben de spelervaringen aanzienlijk verbeterd. Met snellere processors kunnen games naadloos worden uitgevoerd en complexe grafische afbeeldingen verwerken. Gamers kunnen genieten van vloeiendere gameplay en meeslependere beelden. Met snellere processors kunnen games naadloos worden uitgevoerd en complexe grafische afbeeldingen verwerken. Gamers kunnen genieten van vloeiendere gameplay en meeslependere beelden. Ik heb gehoord dat de nieuwste processors zijn ontworpen om veelijzende games zonder vertraging aan te kunnen. Dat is juist, John. Ze hebben verbeterde prestaties en kunnen zware werklasten aan. Ik heb gehoord dat de nieuwste processors zijn ontworpen om veleisende games zonder vertraging aan te kunnen. Dat is juist, John. Ze hebben verbeterde prestaties en kunnen zware werklasten aan. Gamers kunnen ook profiteren van hogere framesnelheden, wat resulteert in een responsivere spelervaring. Hogere framesnelheden zorgen voor vloeiendere animaties en verminderen de invoervertraging. Gamers kunnen ook profiteren van hogere framesnelheden, wat resulteert in een responsivere spelervaring. Hogere framesnelheden zorgen voor vloeiendere animaties en verminderen de invoervertraging. Het is verbazingwekkend hoe technologie is geëvolueerd om aan de eisen van de gaminggemeenschap te voldoen. Inderdaad, John. Gamers kunnen nu genieten van meer realistische en meeslepende gameplay. Het is verbazingwekkend hoe technologie is geëvolueerd om aan de eisen van de gaminggemeenschap te voldoen. Inderdaad, John. Gamers kunnen nu genieten van meer realistische en meeslepende gameplay. Ik ben verheugd om mijn gameconfiguratie te upgraden en de voordelen van een snellere processor te ervaren. Het upgraden van je processor zal je spelprestaties zeker verbeteren. Ik ben verheugd om mijn gameconfiguratie te upgraden en de voordelen van een snellere processor te ervaren. Het upgraden van je processor zal je spelprestaties zeker verbeteren. Het is ongelooflijk hoe deze ontwikkelingen de grenzen van gametechnologie blijven verleggen. De game-industrie evolueert voortdurend om gamers betere ervaringen te bieden. Het is ongelooflijk hoe deze ontwikkelingen de grenzen van game-technologie blijven verleggen. De game-industrie evolueert voortdurend om gamers betere ervaringen te bieden. Ik kan niet wachten om te zien wat de toekomst in petto heeft voor gamingprocessors en de gaminggemeenschap. Het is een spannende tijd voor gamers, John. De toekomst ziet er veelbelovend uit voor meeslepende en soepele spelervaringen. Ik kan niet wachten om te zien wat de toekomst in petto heeft voor gamingprocessors en de gaminggemeenschap. Het is een spannende tijd voor gamers, John. De toekomst ziet er veelbelovend uit voor meeslepende en soepele spelervaringen. Anna, als je tijd hebt, maak dan een boottocht naar de nabijgelegen eilanden. Het is echt pittoresk. Dat klinkt geweldig, John. Ik vind het heerlijk om prachtige plekken per boot te ontdekken. Anna, als je tijd hebt, maak dan een boottocht naar de nabijgelegen eilanden. Het is echt pittoresk. Dat klinkt geweldig, John. Ik vind het heerlijk om prachtige plekken per boot te ontdekken. Vanaf de boot kunt u prachtige landschappen en kristalhelder water bewonderen. Het moet een geweldige kans zijn om adembenemende foto's te maken. Vanaf de boot kunt u prachtige landschappen en kristalhelder water bewonderen. Het moet een geweldige kans zijn om adembenemende foto's te maken. De eilanden staan bekend om hun natuurlijke schoonheid en mooie uitzichten. Ik kan me de sereniteit en rust voorstellen van omringd zijn door de natuur. De eilanden staan bekend om hun natuurlijke schoonheid en mooie uitzichten. Ik kan me de sereniteit en rust voorstellen van omringd zijn door de natuur. Je kunt verborgen baaien en afgelegen stranden ontdekken die alleen per boot bereikbaar zijn. Het zou fantastisch zijn om te ontspannen en te genieten van de rust van die ongerepte plekken. Je kunt verborgen baaien en afgelegen stranden ontdekken die alleen per boot bereikbaar zijn. Het zou fantastisch zijn om te ontspannen en te genieten van de rust van die ongerepte plekken. Vergeet niet je snorkeluitrusting mee te nemen. De eilanden hebben een levendig onderwaterleven. Het kleurrijke onderwaterleven ontdekken zou een ongelooflijke ervaring zijn. Vergeet niet je snorkeluitrusting mee te nemen. De eilanden hebben een levendig onderwaterleven. Het kleurrijke onderwaterleven ontdekken zou een ongelooflijke ervaring zijn. Misschien spot je zelfs exotische vissen en koraalriffen. Het klinkt als een paradijs voor natuurliefhebbers en avonturiers. Misschien spot je zelfs exotische vissen en koraalriffen. Het klinkt als een paradijs voor natuurliefhebbers en avonturiers. Tijdens de boottocht kunt u zich losmaken van de drukte van het dagelijks leven. Verbinding maken met de natuur kan verjongend zijn voor geest en ziel. Tijdens de boottocht kunt u zich losmaken van de drukte van het dagelijks leven. Verbinding maken met de natuur kan verjongend zijn voor geest en ziel. De eilanden bieden een kans om jezelf onder te dompelen in de schoonheid van de natuur. Ik ben dankbaar voor de gelegenheid om getuige te zijn van zo'n prachtig landschap. De eilanden bieden een kans om jezelf onder te dompelen in de schoonheid van de natuur. Ik ben dankbaar voor de gelegenheid om getuige te zijn van zo'n prachtig landschap. Als u besluiten gaan, vergeet dan niet om de weers- en veiligheidsrichtlijnen te controleren. Veiligheid is altijd een prioriteit, vooral als u geniet van buitenactiviteiten. Als u besluiten gaan, vergeet dan niet om de weers- en veiligheidsrichtlijnen te controleren. Veiligheid is altijd een prioriteit, vooral als u geniet van buitenactiviteiten. Ik hoop dat je de kans krijgt om de schoonheid van de nabijgelegen eilanden te ervaren, Anna. Bedankt, John. Ik zal zeker overwegen om die boottocht te maken. Het klinkt als een onvergetelijk avontuur. Ik hoop dat je de kans krijgt om de schoonheid van de nabijgelegen eilanden te ervaren, Anna. Bedankt, John. Ik zal zeker overwegen om die boottocht te maken. Het klinkt als een onvergetelijk avontuur. Anna, weet je naar welke poort we moeten gaan? Laat me onze instapkaart bekijken. Natuurlijk, het is belangrijk om naar de juiste gate te gaan voor onze vlucht. Anna, weet je naar welke poort we moeten gaan? Laat me onze instapkaart bekijken. Natuurlijk. Het is belangrijk om naar de juiste gate te gaan voor onze vlucht. Onze poort is A12. We moeten die kant op. Bedankt voor het checken, John. Laten we naar gate A12 gaan. Onze poort is A12. We moeten die kant op. Bedankt voor het checken, John. Laten we naar gate A12 gaan. Het is altijd een goed idee om de poort dubbel te controleren om verwarring te voorkomen. Absoluut, John. We willen zorgen voor een soepel instapproces. Het is altijd een goed idee om de poort dubbel te controleren om verwarring te voorkomen. Absoluut, John. We willen zorgen voor een soepel instapproces. Laten we de borden en aanwijzingen volgen om bij de daarvoor bestemde poort te komen. Luchthavens hebben meestal duidelijke bewegwijzering om passagiers naar hun gates te begeleiden. Laten we de borden en aanwijzingen volgen om bij de daarvoor bestemde poort te komen. Luchthavens hebben meestal duidelijke bewegwijzering om passagiers naar hun gates te begeleiden. Het is handig om vroeg bij de gate aan te komen om overhaast te zijn of de vlucht te missen. We moeten voldoende tijd vrijmaken voor veiligheidscontroles en instapprocedures. Het is handig om vroeg bij de gate aan te komen om overhaast te zijn of de vlucht te missen. We moeten voldoende tijd vrijmaken voor veiligheidscontroles en instapprocedures. Ik ben blij dat we nog genoeg tijd hebben voordat onze vlucht vertrekt. Ja, het is beter om vroeg te zijn en een stressvrije reiservaring te hebben. Ik ben blij dat we nog genoeg tijd hebben voordat onze vlucht vertrekt. Ja, het is beter om vroeg te zijn en een stressvrije reiservaring te hebben. Gate A12 zou vlak voor je moeten liggen. Laten we het in de gaten houden. Ik kijk uit naar onze reis. Het is altijd spannend om aan een nieuw avontuur te beginnen. Gate A12 zou vlak voor je moeten liggen. Laten we het in de gaten houden. Ik kijk uit naar onze reis. Het is altijd spannend om aan een nieuw avontuur te beginnen. Ik ook, Anna. Reizen biedt nieuwe ervaringen en mogelijkheden. Laten we ervoor zorgen dat we onze instapkaarten en paspoorten klaar hebben. Ik ook, Anna. Reizen biedt nieuwe ervaringen en mogelijkheden. Laten we ervoor zorgen dat we onze instapkaarten en paspoorten klaar hebben. Ik heb ze hier in mijn tas. Alles is in orde. Geweldig. We zijn goed voorbereid op onze reis. Laten we Gate A12 zoeken en ons klaarmaken om aan boord te gaan. Ik heb ze hier in mijn tas. Alles is in orde. Geweldig. We zijn goed voorbereid op onze reis. Laten we Gate A12 zoeken en ons klaarmaken om aan boord te gaan. Bedankt voor je hulp, Anna. Laten we van deze reis een onvergetelijke ervaring maken. Je bent van harte welkom, John. Ik kijk er naar uit om samen met jou nieuwe plekken te ontdekken. Bedankt voor je hulp, Anna. Laten we van deze reis een onvergetelijke ervaring maken. Je bent van harte welkom, John. Ik kijk er naar uit om samen met jou nieuwe plekken te ontdekken. Anna, afstanden. Daar ben ik het mee eens. Bovendien is het fijn om een privéruimte te hebben. Absoluut, John. Persoonlijke ruimte is belangrijk voor comfort en ontspanning. Anna, afstanden. Daar ben ik het mee eens. Bovendien is het fijn om een privéruimte te hebben. Absoluut, John. Persoonlijke ruimte is belangrijk voor comfort en ontspanning. Prifruimtes stellen ons in staat om te ontspannen en wat rustige tijd te hebben. Het is fijn om een plek te hebben waar we ons kunnen terugtrekken en privacy hebben. Prifruimtes stellen ons in staat om te ontspannen en wat rustige tijd te hebben. Het is fijn om een plek te hebben waar we ons kunnen terugtrekken en privacy hebben. Privacy geeft ons ook de vrijheid om onszelf te zijn zonder onderbrekingen. Ik waardeer het dat ik mijn eigen ruimte heb waar ik me kan concentreren op mijn gedachten en kan opladen. Privacy geeft ons ook de vrijheid om onszelf te zijn zonder onderbrekingen. Ik waardeer het dat ik mijn eigen ruimte heb waar ik me kan concentreren op mijn gedachten en kan opladen. Privruimtes creëren een gevoel van veiligheid en een gevoel van thuis zijn. Ze bieden een toevluchtsoord waar we kunnen ontsnappen aan de buitenwereld. Privruimtes creëren een gevoel van veiligheid en een gevoel van thuis zijn. Ze bieden een toevluchtsoord waar we kunnen ontsnappen aan de buitenwereld. Het is geweldig om een ruimte te hebben waar we ons helemaal op ons gemak kunnen voelen. Privruimtes stellen ons in staat om ze te personaliseren en ons eigen te maken. Het is geweldig om een ruimte te hebben waar we ons helemaal op ons gemak kunnen voelen. Schriftruimtes stellen ons in staat om ze te personaliseren en ons eigen te maken. We kunnen ze decoreren en rangschikken volgens onze voorkeuren en stijl. Het geeft voldoening om een omgeving te creëren die onze persoonlijkheid weerspiegelt. We kunnen ze decoreren en rangschikken volgens onze voorkeuren en stijl. Het geeft voldoening om een omgeving te creëren die onze persoonlijkheid weerspiegelt. Privruimtes bieden ons de mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten die we leuk vinden. We kunnen hobby's en interesses nastreven zonder enige afleiding. Privruimtes bieden ons de mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten die we leuk vinden. We kunnen hobby's en interesses nastreven zonder enige afleiding. Of het nu gaat om lezen, schilderen of gewoon ontspannen, privéruimtes verbeteren de ervaring. Ze stellen ons in staat om ons volledig onder te dompelen in de dingen waar we van houden. Of het nu gaat om lezen, schilderen of gewoon ontspannen, privéruimtes verbeteren de ervaring. Ze stellen ons in staat om ons volledig onder te dompelen in de dingen waar we van houden. Ik ben dankbaar voor de privacy en persoonlijke ruimte die ik in mijn huis heb. Het hebben van een privéruimte is echt een luxe en draagt bij aan ons algehele welzijn. Ik ben dankbaar voor de privacy en persoonlijke ruimte die ik in mijn huis heb. Het hebben van een privéruimte is echt een luxe en draagt bij aan ons algehele welzijn. Laten we de privéruimtes die we in ons leven hebben koesteren en waarderen. Absoluut, John. Onze privéruimtes zijn kostbaar en moeten gewaardeerd worden. Laten we de privéruimtes die we in ons leven hebben koesteren en waarderen. Absoluut, John. Onze privéruimtes zijn kostbaar en moeten gewaardeerd worden. Anna, serieus. Ik weet het nog niet zeker. Het is nog vroeg in het proces. Dat is begrijpelijk, John. Het is belangrijk om de tijd te nemen en alle aspecten te overwegen. Anna. Serieus. Ik weet het nog niet zeker. Het is nog vroeg in het proces. Dat is begrijpelijk, John. Het is belangrijk om de tijd te nemen en alle aspecten te overwegen. Het nemen van serieuze beslissingen vereist een zorgvuldige afweging en evaluatie. Een overhaaste beslissing kan later tot spijt leiden. Het nemen van serieuze beslissingen vereist een zorgvuldige afweging en evaluatie. Een overhaaste beslissing kan later tot spijt leiden. Ik wil meer informatie verzamelen en alle opties afwegen voordat ik een beslissing neem. Het is verstandig om verschillende mogelijkheden te verkennen en zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Ik wil meer informatie verzamelen en alle opties afwegen voordat ik een beslissing neem. Het is verstandig om verschillende mogelijkheden te verkennen en zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Ik zal de tijd nemen om onderzoek te doen en advies in te winnen bij betrouwbare bronnen. Overleg met deskundigen of mensen die ervaring hebben kan waardevolle inzichten opleveren. Ik zal de tijd nemen om onderzoek te doen en advies in te winnen bij betrouwbare bronnen. Overleg met deskundigen of mensen die ervaring hebben, kan waardevolle inzichten opleveren. Het is cruciaal om rekening te houden met de mogelijke gevolgen en lange termijneffecten. Het nemen van weloverwogen beslissingen vereist een grondig begrip van de situatie. Het is cruciaal om rekening te houden met de mogelijke gevolgen en lange termijneffecten. Het nemen van weloverwogen beslissingen vereist een grondig begrip van de situatie. Ik zal ook rekening houden met mijn persoonlijke doelen en prioriteiten. Je eigen waarden en ambities moeten als leidraad dienen voor je besluitvormingsproces. Ik zal ook rekening houden met mijn persoonlijke doelen en prioriteiten. Je eigen waarden en ambities moeten als leidraad dienen voor je besluitvormingsproces. Geduld en beraadslaging zijn cruciaal als het gaat om serieuze beslissingen. Absoluut, John. Het is beter voorzichtig en attent te zijn dan overhaast ergens tegenaan te lopen. Geduld en beraadslaging zijn cruciaal als het gaat om serieuze beslissingen. Absoluut, John. Het is beter voorzichtig en attent te zijn dan overhaast ergens tegenaan te lopen. Ik waardeer je steun, Anna. Het is handig om iemand te hebben om deze zaken mee te bespreken. Ik ben hier om te luisteren en alle hulp te bieden die je nodig hebt, John. Ik waardeer je steun, Anna. Het is handig om iemand te hebben om deze zaken mee te bespreken. Ik ben hier om te luisteren en alle hulp te bieden die je nodig hebt, John. Bedankt, Anna. Jouw steun betekent veel voor me. Je bent van harte welkom, John. Onthoud dat het goed is om de tijd te nemen en alle factoren in overweging te nemen voordat u een serieuze beslissing neemt. Bedankt, Anna. Jouw steun betekent veel voor me. Je bent van harte welkom, John. Onthoud dat het goed is om de tijd te nemen en alle factoren in overweging te nemen voordat u een serieuze beslissing neemt. Anna, hij, heb je je accommodatie voor onze reis al geboekt? Ja, ik heb het online gedaan. Het is zo handig. Anna, hij, heb je je accommodatie voor onze reis al geboekt? Ja, ik heb het online gedaan. Het is zo handig. Online boeken bespaart tijd en stelt ons in staat om verschillende opties te vergelijken. Het is gemakkelijk om door verschillende accommodaties te bladeren en de beste pasvorm te vinden. Online boeken bespaart tijd en stelt ons in staat om verschillende opties te vergelijken. Het is gemakkelijk om door verschillende accommodaties te bladeren en de beste pasvorm te vinden. Online platforms bieden gedetailleerde informatie en recensies van andere reizigers. Door beoordelingen te lezen, kunnen we weloverwogen beslissingen nemen over waar te verblijven. Online platforms bieden gedetailleerde informatie en recensies van andere reizigers. Door beoordelingen te lezen, kunnen we weloverwogen beslissingen nemen over waar te verblijven. Ik ben blij dat je de boeking hebt geregeld. Het is één ding minder om je zorgen over te maken. Geen probleem, John. Ik help je graag met de voorbereiding van de reis. Ik ben blij dat je de boeking hebt geregeld. Het is één ding minder om je zorgen over te maken. Geen probleem, John. Ik help je graag met de voorbereiding van de reis. Online boeken biedt ook de flexibiliteit om te kiezen uit verschillende prijzen. We kunnen accommodaties vinden die passen bij ons budget en voorkeuren. Online boeken biedt ook de flexibiliteit om te kiezen uit verschillende prijzen. We kunnen accommodaties vinden die passen bij ons budget en voorkeuren. Ik waardeer het gemak van online boeken. Het vereenvoudigt het proces. Het is een probleemloze manier om onze accommodatie vooraf te regelen. Ik waardeer het gemak van online boeken. Het vereenvoudigt het proces. Het is een probleemloze manier om onze accommodatie vooraf te regelen. Bovendien kunnen we onze reservering eenvoudig beheren en wijzigen indien nodig. Online platforms bieden uitstekende klantenservice voor vragen of wijzigingen. Bovendien kunnen we onze reservering eenvoudig beheren en wijzigen indien nodig. Online platforms bieden uitstekende klantenservice voor vragen of wijzigingen. Ik ben benieuwd waar we tijdens onze reis zullen verblijven. Ik heb ervoor gezorgd dat ik een plek heb gekozen met goede recensies en een geweldige locatie. Ik ben benieuwd waar we tijdens onze reis zullen verblijven. Ik heb ervoor gezorgd dat ik een plek heb gekozen met goede recensies en een geweldige locatie. Bedankt voor het verzorgen van de accommodatie, Anna. Ik waardeer het echt. Je bent van harte welkom, John. Ik wil ervoor zorgen dat onze reis aangenaam en stressvrij is. Bedankt voor het verzorgen van de accommodatie, Anna. Ik waardeer het echt. Je bent van harte welkom, John. Ik wil ervoor zorgen dat onze reis aangenaam en stressvrij is. Als de accommodatie geboekt is, kunnen we ons concentreren op het plannen van de rest van onze reisroute. Absoluut, John. Het is tijd om uit te kijken naar de avonturen die ons te wachten staan. Als de accommodatie geboekt is, kunnen we ons concentreren op het plannen van de rest van onze reisroute. Absoluut, John. Het is tijd om uit te kijken naar de avonturen die ons te wachten staan. Laten we deze reis onvergetelijk maken. Anna, ik kijk er echt naar uit. Ik ook, John. Het wordt een geweldige ervaring. Laten we deze reis onvergetelijk maken. Anna, ik kijk er echt naar uit. Ik ook, John. Het wordt een geweldige ervaring. Anna, laat me weten hoe het gaat. Heb je ooit geprobeerd yoga te beoefenen? Ja, John. Ik heb eerder yoga geprobeerd en het is een geweldige oefening. Anna, laat me weten hoe het gaat. Heb je ooit geprobeerd yoga te beoefenen? Ja, John, ik heb eerder yoga geprobeerd en het is een geweldige oefening. Ik heb gehoord dat het geweldig is om te ontspannen en de flexibiliteit te verbeteren. Yoga helpt de geest te kalmeren en stress te verminderen. Ik heb gehoord dat het geweldig is om te ontspannen en de flexibiliteit te verbeteren. Yoga helpt de geest te kalmeren en stress te verminderen. Dat klinkt nuttig. Hoe vaak beoefen je yoga? Ik probeer een paar keer per week yoga te beoefenen, wanneer ik maar de tijd kan vinden. Dat klinkt nuttig. Hoe vaak beoefen je yoga? Ik probeer een paar keer per week yoga te beoefenen, wanneer ik maar de tijd kan vinden. Ga je naar een yogastudio of oefen je thuis? Ik doe een combinatie van beide. Soms ga ik naar een studio en soms volg ik online lessen thuis. Ga je naar een yogastudio of oefen je thuis? Ik doe een combinatie van beide. Soms ga ik naar een studio en soms volg ik online lessen thuis. Zijn er specifieke yogahoudingen of sequenties die je leuk vindt? Ik hou echt van de warrior poses en de sun salutation reeks. Zijn er specifieke yogahoudingen of sequenties die je leuk vindt? Ik hou echt van de warrior poses en de sun salutation reeks. Zijn er specifieke voordelen die je hebt ervaren bij het beoefenen van yoga? Yoga heeft mijn flexibiliteit, kracht en algemeen gevoel van welzijn verbeterd. Zijn er specifieke voordelen die je hebt ervaren bij het beoefenen van yoga? Yoga heeft mijn flexibiliteit, kracht en algemeen gevoel van welzijn verbeterd. Dat is indrukwekkend. Ik zou kunnen overwegen om het eens te proberen. Ik raad het ten zeerste aan, John. Het is een geweldige manier om voor zowel je lichamelijke als geestelijke gezondheid te zorgen. Dat is indrukwekkend. Ik zou kunnen overwegen om het eens te proberen. Ik raad het ten zeerste aan, John. Het is een geweldige manier om voor zowel je lichamelijke als geestelijke gezondheid te zorgen. Ik zal kijken of ik wat beginnersvriendelijke yogalessen of tutorials kan vinden. Dat is een geweldig idee. Als u begint met beginnerslessen, kunt u gemakkelijker beginnen met oefenen. Ik zal kijken of ik wat beginnersvriendelijke yogalessen of tutorials kan vinden. Dat is een geweldig idee. Als u begint met beginnerslessen, kunt u gemakkelijker beginnen met oefenen. Ik waardeer je inzicht, Anna. Het is motiverend om te horen over je positieve ervaringen met yoga. Je bent van harte welkom, John. Ik weet zeker dat je yoga een lonende en plezierige activiteit zult vinden. Ik waardeer je inzicht, Anna. Het is motiverend om te horen over je positieve ervaringen met yoga. Je bent van harte welkom, John. Ik weet zeker dat je yoga een lonende en plezierige activiteit zult vinden.